Wat veel mensen niet weten is dat toerisme wereldwijd de grootste branche is. Het is daarnaast een sector in beweging. Daarom leidt Hogeschool Tio niet alleen op voor de fysieke verkoop van reizen, maar ook voor e-commerce. Na je opleiding internationaal toeristisch management kun je dus alle kanten op. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij TUI, de grootste toerismegroep ter wereld. Ik ben Berber Wind en ik studeer aan Hogeschool Tio. En ik loop nu stage op de afdeling productmanagement verre reizen bij TUI Nederland. Maar je kunt ook na je studie, net als oud-student Elvenie Raadsheer, je eigen reisbureau opzetten. Ik ben Elvenie Raadsheer, ben 23 jaar oud en dit is mijn reisbureau. Of, zoals oud-student Martin Dieleman, carrière maken in de e-commerce bij Zoover. Ja, ik ben projectmanager. Dat houdt eigenlijk in dat ik me bezighoud met de website van Zoover. In Nederland, maar ook alle andere landen waar we actief zijn. Ja, en ik ben daar de spullen in het web. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het opzetten van een eigen reisbureau? De locatie is natuurlijk belangrijk. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Franchisegevers zoeken. Inschrijven bij AVR, SGR. Ik mag helpen met de brochureproductie. Ik doe het beheren van de allotment. En ik ondersteun de productie van de verre reizen. Zoover is in 2005 opgericht en uitgegroeid tot een portal met zo'n 300.000 à 400.000 bezoekers per dag. Ik was de zevende persoon die daar ging werken. En nu zijn we met ruim 80. Dus het is in heel korte tijd heel snel gegroeid. Ook Elvenie had al snel door dat online in de reisbranche een grote rol zou gaan spelen. Dit is emnes.vakantieexperts.nl. En dan hebben we ook nog cruiseexcel.nl. Ik vind het gewoon leuk om de hele dag bezig te zijn met vakanties maken voor anderen. E-commerce is niet meer weg te denken uit het toerisme tegenwoordig. Je moet zorgen dat je in Google gevonden wordt. Je moet zorgen dat mensen kunnen vinden wat ze zoeken op je website. En dat je daar je geld mee verdient.